Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag, het wordt vandaag echt super warm weer. Dus ik heb besloten om gewoon voor heel erg vroeg in de ochtend alvast te gaan lopen, zodat ik het niet heel erg warm ga hebben. Zo, ik ben lekker aan het wandelen. Dus het is echt nog heel vroeg, maar het is echt heel erg warm. Lekker breakfast time. Ik heb 2 eitjes in olijfolie en ik heb 1 koolhydraatarm brood. Zo lekker. Ik kan niet wachten om te eten. Zo, ik heb me inmiddels klaargemaakt. Even mijn haar gedaan. Even heel snel mijn make-up gedaan. Ik heb een heel simpel jurkje aangedaan. Deze is van Boohoo nog. Ik probeer echt al heel lang een pedicure in te boeken, maar het was overal gewoon volgeboekt na corona en ik wou wel gewoon een goede plek toe. Dus ik heb eindelijk even een plek gevonden. Dus ik heb even gewoon die slippers onder gedaan. Zo, ik heb mijn Birkenstocks hieronder. Ik ga helemaal stuk. Die zijn echt zo fijn. Dus ik dacht, ik doe ze gewoon hieronder aan. Want dan is het gewoon fijn aan pedicure. Mijn nagels zijn nu echt zo lelijk, dus let daar niet op. Maar gelukkig zijn deze nagels gewoon nog perfect. Ik ga precies deze kleur doen. Ja, voor het geval je afvraagt hoe ik kan weten waar je een goede pedicure kan krijgen. Ik kijk meestal op een website, dat heet Treatwell. En daar heb je eigenlijk alle beautybehandelingen en dan kan je gewoon aanklikken best beoordeeld. Bijvoorbeeld in Rotterdam of Amsterdam, waar je dan ook bent. En dan vind je eigenlijk de top 5 en overal. En die zijn meestal ook echt super goed. Zo heb ik ook dus de vrouw gevonden die nu mijn manicures doet, biabehandeling. En echt, ik heb nog nooit zulke perfecte behandelingen gehad. Dus alsjeblieft niet de eerste de beste uit die je even tegenkomt of ergens in de straat of zo ziet. Maar zoek echt even op waar je een goede pedicure kan krijgen en een manicure nog belangrijker vind ik. Oh, deze week is het eindelijk weer tijd voor jurken en zo. Eindelijk kan ik al mijn jurken dragen die ik bij Zara en zo heb gehaald. Ik ben er echt blij mee. Trouwens, ik vond vroeger Birkenstocks echt spuug lelijke dingen. Maar even voor de duidelijkheid, ik heb nog nooit zulke fijne slippers gehad in mijn leven. Ik ben met deze slippers naar Bali gegaan. Echt mijn favoriete slippers ever. En maakt me niet uit hoe ze eruit zien, maar mijn voeten vinden het heerlijk. Ik ga gewoon nog een paar aanschaffen. Ik vind ze echt helemaal geweldig. Een enkele design slippers kan hier tegenop. Ik ben net thuis en ik heb mijn nagels gedaan. Kijk, het is echt mooi gelukt. Ik ben er heel blij mee. Hey Lira, heb jij het warm? Heb jij het warm, kindje? Dan zit mij weer een pakketje binnen van Puma. En Dina gaat dus elke keer naar mijn buurvrouw toe. Want ze laat haar deur open en elke keer ben ik haar kwijt. Ze gewoon te chillen in haar huis. Oké, wat ik nu ga doen is mezelf een beetje opfrissen. Ik ga even ook een andere jurkje aan, want ik heb heel veel nieuwe jurkjes. En ik heb echt zin om dat aan te doen. En dan komt Nessie zo thuis en dan vertrekken we eigenlijk gelijk naar België. Guys, ik heb echt zo'n mooi jurkje aan van de Zara. Maar ik kan deze echt niet aan naar mijn schoonouders toe. Heb ik het al verteld? We gaan naar mijn schoonouders toe, dus ik moet wel even normaal gaan kleden. Super warm, we gaan buiten zitten natuurlijk. Dit is een beetje aan de korte kant, maar ik wil hem wel echt aan jullie laten zien. Want ik denk dat ik deze gewoon mee ga mee... Want ik denk dat ik deze gewoon mee ga nemen naar vakantie. Ik vind deze jurk echt zo cute. Ik weet dat het aan de korte kant is, maar ik vind hem echt zo cute. Outfit nummer 2. Ik ben echt zo verliefd op mijn nieuwe kleren van de Zara. Je wil echt niet weten. Ik heb dit topje aan van de Zara. Deze rok van de Zara. En deze schoenen van de Zara. Echt schoenen. Ze staan echt zoveel beter als je een pedicure hebt gehaald. Anders is het echt gewoon 10 keer niks. Ik ben echt happy. Dit is mijn outfit voor vandaag. Echt met deze schoenen. Echt heel erg happy ermee. En veel fijner ook om te zitten. Dus dan hoef je niet druk op te maken of je rare dingen zit of zo. Dan kan ik gewoon lekker relaxen. Ik heb toch even voor andere oorbellen gekozen. Ik heb voor deze statement oorbellen gekozen. Ik had van die kleintjes en die vind ik ook wel leuk. Maar met deze outfit vind ik dit toch leuker. En ik heb mijn ketting om met die mini en erop. Die vind ik echt zo leuk nog. Die had ik van Nessie gekregen op mijn verjaardag. En dat was van Diamond Point. En ik had hem een keer gezien in een etalage. Toen zei ik tegen Nessie, ik vind het echt heel erg cute. En toen had hij hem gekocht van mij. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Parfum van de dag. Deze. Ik wil vandaag echt gewoon naar vanille ruiken. Nessie reageert nog niet, dus ik denk dat hij nog in een podcast zit. Ik heb heel erg veel trek gekregen. Dus ik heb weer hier koolhydraatarm brood. Het is niet de bedoeling dat ik hier heel veel van ga eten. Maar goed, ik heb echt trek. Ik heb niks thuis. Met tahin erop. Bio-tahin heb ik laatst gekocht. En ik doe er nog een beetje sesamzaadjes op. Eigenlijk is tahin sowieso sesampasta.
nu heb ik eigenlijk een beetje dubbel. 2 uur later. Ik zit hier gewoon nog steeds te wachten op Nessie. Altijd als we ergens naartoe willen en Nessie heeft een podcast, heeft hij opeens een heel lange podcast. En als we nergens naartoe moeten, is hij binnen een uurtje klaar. Nou jongens, ik zit eindelijk met Nessie in de auto. Yeah! Dat duurde even. Maar we zijn nu eindelijk onderweg naar België. We gaan dus naar mijn schoonouders. Die hebben we echt heel lang niet gezien. Sinds corona al niet. Dus ik, ja, ergens de eerste keer dus dat we naartoe gaan naar de corona. België had echt een lockdown. En wij hadden het nog niet. Dus de grenzen waren eigenlijk gesloten. Barbecue. En ja, wij gaan barbecue. Het is inmiddels wel bijna al 7:30. We zijn een beetje aan de late kant. Maar dan komt het podcast van SM iets uitliep. Dat maakt niet uit, want volgens mij blijft het echt nog best wel lang warm en sowieso heel lang licht nog. Dus ik ga lekker van mijn dag genieten, hè. En ik heb even een jasje om mijn middel heen gedaan, want Nessie valt zo hard de airco aan niet te doen. Nessie en ik hebben altijd echt een heel andere lichaamstemperatuur. Als ik koud ben, is hij heel erg warm en echt andersom gewoon. Echt. Zoals hebben we echt onze lichaam gloeien. Is het zo ingezoomd of lijkt guys, het zo? Het lijkt zo. Oh. Wij zijn inmiddels in België. Het is echt hartstikke warm nog, hè? Lekker man. Wat is het, 7:30 of zo al? Minimaal? Het is 8:00. Ja. We zijn het aangekomen? Er is geen schaduw meer aan zee. Ik ga jullie even een rondleiding geven in een tuin. Oh. Dit is de tuin, hè? Yes, hier next. Hier hebben we druiven. Allah! Kijk, één keer jongens. Het is echt helemaal vol. En hoe lang duurt het voordat dit klaar is? Augustus? Ja. We gaan hier lekker sarma van maken. Van die bladeren, ja. En hier gaan we dus wijn van maken. Ja. Gaan we die doof kopen. Yes. Nou, hier hebben we een palmboom. Weet je hoe oud deze tuinset al is? Nou. Dit is nog van toen wij nog in Nederland woonde, hè? 25 jaar oud. Hè. 25 jaar oud? Dit is gewoon bijna even oud als mijn leeftijd. Dat is toch belachelijk? Wacht, mijn vriend belt mij. Oh. Allah. Oh, barbecue. Dat ziet er echt heel goed uit. Lekker, hè? Kijk dan. Nes, next. Hier heb je verse uien. Basal. Dat wordt een serieuze tafel, hè? Ja, dat is 33 jaar. Ja. Ah, nee, we gaan serieus.